Even naam Ibrahim van de video van de Rainbow Stone Olympics aflevering 11. Na intro gaan we het sowieso hebben over de, natuurlijk afgelopen weekend met afgelopen zaterdag tegen Nederland tegen Brazilië. Hoe vond de wedstrijd en nog meer sportnieuws na het intro. Olympische Spelen bij Remco zijn oranje. Ja mensen, welkom bij de aflevering van Remco zijn Olympische aflevering 11 alweer. Ja zeker mensen. En ja mensen, ik heb goed nieuws. Voor een beetje die een beetje fans zijn van. Nou, daar ging mijn webcam een beetje. Ik heb mijn headset level. Gaat allemaal goed. Want ik heb goed nieuws. Tromgeroffel. Geroffel. Ik heel serie. Remco zijn passie is back. Remco zijn passie. Remco zijn passie. Remco zijn passie. Is weer back. Is weer back. Vanaf 26 augustus kan je weer genieten met de nieuwe serie van Remco zijn passie. Want dan kan je weer genieten. Tot dan! Ja, natuurlijk het nummer van AirPod, van de motors. We gaan weer terug naar huis toe en Remco zijn passie komt weer weg. Dat zeg ik dan nou goed, dat is elke donderdag. Dan gaat het 3 weken weer, is het weer 3 weken en dan weer 2 weken niet en dan 3 weken wel en dan 3 weken niet, zou ik bedoelen. 2 weken wel, 3 weken niet, ja. 2 weken wel en dan weer 3 weken wel, 2 weken niet, 3 weken wel, 2 weken niet, 3 weken, ja, snap je. Zet het in elke goed, dus elke onder, ja, wat ik al zei. En welkom bij deze nieuwe serie. En welkom bij deze serie van Remco zijn Olympisch op deze maandag 26 juli. En ja, het was natuurlijk een, ja, het eerste weekend zit erop voor het Olympische Spelen. En ja, wat vond ik van de wedstrijden die afgelopen dagen gespeeld werden? Ja, natuurlijk, zaterdag hadden natuurlijk om 1 uur, daar hebben misschien heel veel mensen gekeken. We kunnen het een beetje raar, sorry de mensen, daar kan ik niks aan doen. Ik ben ook bij mijn ouders, dus vanaf volgende week zit ik gewoon daar weer, dus geen zorgen. Ja, wat vond ik van de wedstrijd? Ja, goede wedstrijd. Nou, ik had zelf verwacht dat het wat meer zou worden. Ik had niet echt verwacht dat het 1-1 zou worden, want ik... ik heb het zaterdagavond gekeken, maar zaterdagmiddag bedoel ik, en toen werd het 1-1. En dat had ik niet verwacht, want je kon me herinneren, vorig jaar nog, toen was het tegen, vorig jaar niet, in het WK in Brazilië was dat toen, toch? Ja, geen idee. In Brazilië was dat toen, ik weet het wel, en ja, toen gingen ze makkelijk door. Dus dat vond ik wel opvallend eigenlijk, eerlijk gezegd. Dat Nederland toch iets slechter is geworden in dit jaar. En natuurlijk gaan we even over Epke Zonderland na het intro. Olympische Spelen bij Remco zijn oranje. Want Epke Zonderland komt vandaag natuurlijk thuis weer in Nederland. In Scheveningen, vanavond bij vandaag Olympisch of zo. Ja, Olympisch vandaag. Hoe is het, zoiets? Komt hij te gast bij Henry Schut. En ja, zonde voor zijn carrière. Hij heeft natuurlijk ook een paar kinderen natuurlijk, net nieuw. En hij is huisarts. En hij wordt hem in Heerenveen, dat is ook niet echt ottenocht. Om de hele tijd heen en weer te rijden. Dus ja, ik vond het op zich wel jammer. Dat hij het toch niet heeft gehaald. Hij was volgens mij... excuse mensen, dan moet ik even mijn lijblog even bijpakken. NOS. Ja, ik vond natuurlijk, ik probeer alles te volgen. Deze afgelopen dagen heb ik het niet gevolgd. 2 dagen vandaag en gisteren heb ik het niet gezien. Andere dingen. Ik zou even kijken. En natuurlijk, wat vind ik van die programma's die op televisie zijn? Zoals Oranje Zomer, nu is ook 538 een beetje ingetoverd naar de 538. Olympische Spelen, Oranje Zomer, Tokio Vandaag. Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het wel interessant om te zien. Zoals de Oranje Zoom vind ik veel leuker dan de NPO 1 programma's. Mag ik eerlijk zeggen.
Die vind ik niet heel veel aan, eerlijk gezegd. Bijvoorbeeld Oranje Zoom vind ik gewoon geweldig. En Vijfdrecht Olympische Spelen met Frank Daan vind ik ook leuk. Dat is vandaag begonnen. Dus ja, ik vermaak me wel deze dagen. En ik heb nog een weekje vakantie vandaag. Vanaf volgende week moet ik weer. Dan ga ik gewoon luisteren. Ja, voor me niet. Want ik doe deze show natuurlijk. En ja. Maar voor de rest, heb ik dan niet echt iets toe te voegen. Want ik kan helaas niet zien wie er heeft gespeeld dit weekend. Maar ik weet wel dat Brazilië en Nederland niet echt, ging niet helemaal goed. Vond ik zelf. En wat ik trouwens wel heb gehoord, dat heb ik gehoord op de Oranje Zomer. Ik kan misschien dat ik het fout heb. Dat over de Oranje Zomer, zeg maar. En toen heb ik gezien. Dat hebben we gezegd, dat de Verenigde Staten ook aankomende periode deze Olympische Spelen ook moet. Nou, dat is een mooie vriend voor Oranje. Niet dus. Want weten jullie nog een paar jaar geleden? Met het WK dacht ik, of EK. Toen was het WK natuurlijk. Toen moesten ze tegen Verenigde Staten. En toen verloren ze met 12-0 of zo, 12-2. Het was in ieder geval niet een goede wedstrijd. Dus dat was best wel, kunnen we zeggen, kut. Ja. En voor de rest heb ik nog niet echt toe te voegen. Wat ga ik, natuurlijk vanavond om 11:30 komt er een wedstrijd voor. En dan gaan we na de intro gaan we daar uitgebreid over hebben. Over de wedstrijden die aankomende 2 dagen worden gespeeld. Olympische Spelen bij Remco zijn Oranje. In totaal 126 uur, denk ik. Om vanavond om 11:30 wordt in triathlon Olympische afstand met Maya Kingma en Rachel Klamer. Triathlon. Ik weet niet echt wat het is. Sorry. Maar ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Camera laat u vast. Wat is dit kut? Nee, daar laat hij weer. En natuurlijk Mathieu van der Poel, die ligt er natuurlijk ook uit. Heb je dat gezien? Ik heb het gehoord dan op de radio, op Radio 1, Radio Olympia. En dat was niet echt zonde voor hem. Hij kan weer tot 2024 wachten tot hij in Parijs weer mag spatten. En ik vind het op zich leuk om te kijken, maar helaas komt het altijd zo verrekte vroeg. Of laat, net wanneer het kijkt. En voor mij heb ik het. Voor mij is het morgen ook voetbal. Nederland tegen China. Wat verwacht je daarvan? Nederland tegen China, voetbal. China? En ik zelf, dat China gaat verliezen. Ik zie eigenlijk eerlijk gezegd niet echt dat China een voetballand is, zeg maar. Ik kan misschien fout hebben. Ik vind Nederland zelf gewoon, Europa zelf, vind ik gewoon een voetbalcontinent. Als het er mag zijn. China vind ik niet echt een voetballand of voetbal. Azië helemaal niet. Gewoon geen voetbal werelddeel. Dus, nee. China gaat niet winnen. Dat denk ik dan. Jullie horen. Donderdag mijn verhaal. Want het is nu onder 2 dagen. Want onderdag was een klein beetje overdreven. Dus, En voor de rest zie ik niet heel veel staan. We gaan even naar woensdag 28 juli. Nederland tegen Zuid-Afrika. Hockey dames, om 2:30 vannacht. 28 juli dus, woensdag. Wat na van dit naar woensdag, hè. Dan zie ik dat Nederland tegen Zuid-Afrika moet. Wat verwacht je daarvan? Hockey. Nederland gaat winnen. Makkelijk kan ik ook van maken. Dus.
En dit was de uitzending, aflevering van Remco van Oranje, Olympisch. Ja, ik hoop dat je een leuke aflevering vond, laat ik een duim achter. Duim. Al wanneer de knal hier binnen? Wanneer, zeker weten. En tot volgende keer. Aankomende donderdag zijn we weer back met een nieuwe aflevering van Remco van Olympisch. Doei doei. Olympisch. Olympische Spelen bij Remco zijn Oranje.